De R zit in de maand. Daar gaan ineens mensen allerlei vitaminepillen slikken. Baat het niet, dan schaadt het niet, zo denkt men. Maar dat klopt niet. Ik ben Renger, voedingswetenschapper. En ik ga je laten zien waarom bijna niemand in Nederland vitaminepillen zou moeten slikken. Sterker nog, je kunt er een vitaminevergiftiging door oplopen. De meeste mensen die denken vooral aan vitamines op het moment dat de R in de maand komt. En dat komt eigenlijk door vroeger. Wat was vroeger het geval? Mensen hadden niet de hele tijd beschikking over verse groenten en vers fruit. Dus in de herfst werden groenten en fruit werden in potten gedaan. Dat werd weggezet en in de loop van de winter nam dat vitaminegehalte steeds meer af. Dus in het voorjaar kregen de mensen vitaminetekort. En dat betekende dat ze op een gegeven moment voorjaarsmoeheid gingen krijgen. Nou, tegenwoordig kun je op elk moment van het jaar verse groenten en fruit krijgen. Dus een vitamine C tekort komt gewoon bijna niet meer voor. Vitamines zijn heel belangrijk voor je en we hebben er maar heel weinig van nodig. En daarom heten ze ook wel micronutriënten. Als je het hebt over verse groenten en fruit, heb je het over één vitamine, namelijk vitamine C. Maar het zijn er 13. Hier heb ik vitamine A. Vitamine A is belangrijk voor je ogen, voor je huid en voor je afweer. En dat halen we uit vlees of uit gekleurde groenten vooral. Vitamine B, dat is niet één vitamine, dat is een groepje van 8 vitamines. Dat is belangrijk voor het zenuwstelsel. En we halen het uit brood, het volkoren brood, volkoren producten. We halen het ook uit groenten. En vitamine B12 is een hele speciale, die zit vooral in zuivel en vlees. Kortom, je hebt ze allemaal nodig om gezond te blijven. Zie die vitamines eigenlijk als een soort bouwsteentjes. Hè? Die zorgen samen dat de processen in je lichaam goed kunnen functioneren. Ze zitten dus op hele belangrijke plaatsen. Nou, neem bijvoorbeeld vitamine B12. Als je te weinig vitamine B12 krijgt, dan gaat het mis omdat je lichaam niet de juiste manier bloedcellen kan maken. En die bloedcellen die kunnen dan ook niet zo goed functioneren en dan kan je bloedarmoede krijgen. Ja, die vitamine C, die ga ik hier heel voorzichtig uithalen. Vitamine C is voor een aantal dingen belangrijk, maar als je tekort aan vitamine C hebt, dan kan het op een gegeven moment zijn dat je last krijgt van je tandvlees zo erg dat je tanden gaan uitvallen. Of je afweer wordt minder en dan kan het zijn dat je bijvoorbeeld vaker verkouden wordt. Kijk, als je langdurig tekorten gaat krijgen aan vitamines, ja, dan kan het op een gegeven moment echt mis gaan in je lichaam. En dan krijg je dus dat processen het gewoon niet meer goed doen. Ja, en uiteindelijk kan het op een gegeven moment helemaal misgaan. Een bekend voorbeeld uit de geschiedenis waren de vitamine C-tekorten die voorkwamen op die schepen die allemaal naar Indonesië voeren. En die mensen wisten niet dat ze verse groenten en vers fruit nodig hadden en hoe belangrijk vitamine C was. Dus die kregen pijn en de tanden vielen uit en uiteindelijk zijn er dus echt heel veel mensen overleden. Maar gelukkig zien we in Nederland op dit moment dit soort tekorten niet meer voorkomen. We zagen net dat te weinig vitamines slecht voor je kunnen zijn. Maar te veel kan ook fout zijn. Een beruchte is wat dat betreft vitamine B6. En bij vitamine B6, als je daar te veel van neemt, kun je problemen krijgen met je zenuwstelsel. En dan kan je dus ook krijgen, krijg je ook zenuwpijnen van. En bij topsporters heeft dat in het verleden echt tot problemen geleid, waardoor ze gewoon niet meer goed konden sporten. Nou, kijk, als je kijk wat er in één zo'n pilletje zit. Er zit 22 milligram vitamine B6 in. En je hebt per dag ongeveer 1,5 milligram nodig. Nou, als je nou kijkt hoeveel je daarvoor zou moeten eten, dan heb ik hier een bak met 4 kilo walnoten. In 4 kilo walnoten zit ongeveer 22 milligram vitamine B6. Nou, zou je dat eten? Ik niet. Ja, en dan kan het nog gekker. In Nederland maximaal 22 milligram, maar als je op internet soms producten ziet, daar zit soms wel 100 milligram in. Dat zouden dus 4 van deze bakken zijn. Nou, eentje waar je ook mee moet oppassen is vitamine A. En het probleem met vitamine A is dat die zich langzaam gaat stapelen. Dus in het begin heb je daar misschien niet veel last van. En dan krijg je te maken met vergiftiging op een gegeven moment. Nou, vanuit je voeding krijg je vitamine A vooral binnen door het eten van lever. Je kunt vitamine A ook binnenkrijgen door het eten van bijvoorbeeld wortels. Maar daar is iets speciaals aan de hand. Want in die wortel moet je die vitamine A eerst losknippen. En dat losknippen dat gebeurt vanuit de stof beta-carotene. Nou, in je lichaam heb je dus eigenlijk schaartjes die die beta-carotene als het ware in tweeën knippen. En daardoor krijg je 2 vitamine A-molecuultjes terug. Als je genoeg hebt, houdt dat knippen gewoon op. En daardoor kan je nooit een vitamine A-vergiftiging krijgen door het eten van wortels of paprika. Nou, er zijn ook vitamines die zich niet opstapelen, bijvoorbeeld vitamine C. En dat plas je gewoon uit als je te veel krijgt. Nou, hoe weet je nu of je goed zit? Nou, een volwassen persoon heeft bijvoorbeeld 2,8 microgram vitamine B12 nodig. Nou, dat kun je tekenen. Dan krijg je hier een curve. En dan heb je het optimum, dat is die 2,8. En dan heb je hier een gebied, dat noemen we het optimumgebied. Daar zit een beetje spreiding in. Dat is ongeveer wat je nodig hebt. Nou ja, kijk, daar zit je ongeveer als je een halve liter yoghurt neemt. Dan zit je bij het optimum. En als ik nou voedingssupplementen neem, pillen met vitamine B12,
Ja, dan zit ik hier ergens. En hoe meer, des te meer ik in dit gebied terechtkom. Nou, de meeste van ons hebben dus die B12 niet nodig. Maar er zijn een paar uitzonderingen. Als je vegan eet, eet je dus geen yoghurt. Dan kan het zijn dat je een tekort krijgt. Dus dan zou je vitamine B12 moeten bijslikken. Hetzelfde geldt voor oudere mensen. Mensen die een maagverkleining hebben gehad. Bepaalde medicijnen zorgen dat je minder binnenkrijgt. Ja, en ook voor topsporters kan het in bepaalde gevallen nuttig zijn om vitamines te slikken. Nou, en mocht je je nou toch zorgen maken, dan kun je het beste een multivitamine tablet nemen. En dan moet je goed letten op de ADH, de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Daar moet je mee in de buurt blijven. Maar in het algemeen kun je ze veel beter uit je voeding halen. We krijgen in principe die dingen gewoon binnen in de juiste verhouding via onze voeding. Denk jij dat schulden altijd je eigen schuld zijn? Ik ben Mirre, gedragswetenschapper, en ik laat in de volgende aflevering zien waarom dat niet waar is.